Christophe Daan, ja, afgelopen zondag een 1-1 gelijke spel op Standaard. Ben je tevreden met het resultaat? Ja, je had wel een punt mee uit Standaard, maar het konden er 3 zijn, denk ik. Dus dat is wel een beetje jammer, maar op naar zaterdag nu. Ja, we hebben ook, ja, je zegt het, er konden 3 punten geweest zijn. We hebben echt wel heel wat kansen gehad ook. Hè. Ja, zeker in de tweede helft hebben we nog een paar open kansen. En ja, het is jammer dat we ze niet kunnen afwerken. Dus ja, we zijn ook wel tevreden met het punt, maar 3 hadden er beter geweest. Ja, je hebt ook ingevallen. Ben je tevreden met je prestatie? Ja, ik doe altijd mijn best voor de trainer en dan kwam dat hij content was. Dus, ja. Nu, ja, we hebben na 2 matchen 2 punten. Standaard 4 punten. Ja, die eerste plaats zit er nog altijd in. Zeker en vast. Als wij nu op Asland gaan winnen en Standaard doet een gelijkspel of verliest, staan we los aan kop. Dus we gaan er alles aan doen zaterdag. Hoe groot is de honger in de groep om, ja, om play-off 2 te winnen? Ja, ik denk wel heel groot. He. De trainer hamert er elke dag op. Dus, ja, en ook de premies stellen ook in de play-offs. Dus ja, we gaan er alles aan doen zaterdag. Dus op Waasland ja, moeten we punten pakken. In de competitie viel het daar wat tegen. Ja, daar verliezen we de wedstrijd. En hopelijk kunnen we nu 3 punten pakken in een andere competitie, de play-off 2. Dus komt wel goed. Ja, nu, de thuismatch hier tegen Beveren was voor jou, ja, een nieuwe start. Herinner ik mij, een match die ook heel goed liep dan. Ja, het was een leuke wedstrijd en hopelijk kunnen we dat opnieuw doen. Dus we gaan er alles aan doen. He. Klaar voor een glansprestatie? Hopelijk.